Cool. Het doet mij toch wel enorm plezier dat ik alleen deugd ook dat ik dat heb kunnen waarmaken. Het niveau van de laatste jaren bij de belofte is toch enorm hoog. En dat zie je ook aan de overstap nu, dat we die toch wel redelijk vlot verteren naar de profs. En ik ben gewoon heel tevreden dat ik deze op mijn palmarès heb kunnen zetten. Ze is de koningin van de regelmaat geworden, ondanks een vrij onregelmatig vooral bedrijfsleven, hè, met die nachtshiften en dergelijke meer. Dames en heren, overwinnaar, overwinnares in de Bipo's Banktrofee bij de dames Ellen van Looy. Het zegt veel over, over heel het seizoen. Echt wedstrijden op een hoog niveau gereden. Uiteindelijk de snelste gereden van iedereen over de echt wedstrijden gezien. En dat geeft toch wel een heel leuk gevoel. What you waiting for, no, what you waiting for. 5 van de 8 crossen heeft hij gewonnen. Om u maar te zeggen dat zijn overmacht sprekend was in deze jaargang. Dames en heren, hier is de kroonprins van het Belgisch veldrijden. Eindwinnaar van de Bipo's Banktrofee 2014-2015. U mag hem gerust een staande ovatie geven. De eindwinnaar, Wout van Aert. Ik had de Bipo's Banktrofee een beetje uitgekozen om mijn grenzen op te zoeken in de profcategorie. Mijn hoop was een beetje om in die top 5 te kunnen zitten. Dat was wel een doel eigenlijk. Maar om te winnen, dat was zeker boven de verwachting. Ook van het eindklassement had ik niet echt specifiek een doel gemaakt, omdat ik meer had verwacht met ups en downs te koersen. Maar vanaf begin november ging het eigenlijk heel goed. Heb ik eigenlijk elke cross op een heel goed niveau kunnen rijden. 30.000 euro rijker. Applaus voor Wout van Aert. What you waiting